Veel processen binnen het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn zich op een inefficiënte manier gaan ontwikkelen. Behalve dat winkeliers geconfronteerd worden met diverse prijzen vanuit één leverancier, is minister Saskia Walden ook op de hoogte dat zaken traag worden afgehandeld op het ministerie. En dat er in bepaalde gevallen steekpenningen worden gevraagd om een bepaald proces te versnellen. Vaker is voorgekomen, zoals ondernemers aangeven, dat het zegt in plaats van een week of twee weken te hoeven te wachten, dat ze binnen één dag hun zaken afgehandeld kunnen krijgen. Maar dan moet je wel wat betalen dat niet in feite geoorloofd is. Dus om dat aan te geven. Dus dat zijn de inefficiënties, dat is waar er geen transparantie in is. Dus wat wij vanuit het ministerie doen, we kijken naar, wisten al die stakeholders die in het proces zitten. Het moet gewoon transparant zijn. Het moet gewoon duidelijk zijn. Wat binnen één dag afgehandeld moet worden, moet niet opzettelijk een week laten wachten totdat er meer geld is betaald. Het moet gewoon binnen één dag afgehandeld worden. Chantal. En er moet duidelijk zijn, er moet duidelijkheid zijn. Dus duidelijkheid zijn van wie wat moet afhandelen binnen welk proces en voor welk bedrag. Is No, zoals het systeem is, is er inderdaad ruimte voor steekpenningen betalen. De bewindsvrouw is ervan op de hoogte dat veel zaken mislopen bij winkeliers en de leveranciers. Zo heeft zij via verschillende kanalen gehoord dat de prijzen op de website van het ministerie niet overeenkomen met de prijzen in de winkels. Ze roept dus daarom elke belanghebbende op deze misstanden aan te geven. Wij hebben een app en dit zijn natuurlijk de onregelmatigheden die wij vragen die gerapporteerd worden. Maak zoveel mogelijk gebruik op de website van het ministerie. Is de app gratis te gebruiken, dus geef ook die onregelmatigheden door. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Onze nieuwsdienst is bij enkele winkels langsgegaan voor een reactie op de prijsverschillen van de basisgoederen. Echter waren de winkeliers die wij hebben bezocht niet bereid om een reactie te geven.